En dat was Johan Barneveld die bij mij kwam en die zei, wil jij de opening die doen van de tentoonstelling die we hebben van al onze dieren? Nou, ik was verrast en natuurlijk ook wel vereerd, want er gebeurt me niet elke dag dat ik een opening mag doen. Maar ik zat even te praten en toen dacht ik, hé, maar ik heb wel een mooie ingang hier. En daar kom ik zo op. Later is Bruikens en Barneveld er even bij mij geweest en die hebben mij wat informatie gegeven over de vereniging en ook wat lid om wat te lezen. En toen hebben we dus doorgelezen, nou ja, dat krijtje van wat jullie hebben van de hanenpoot. Daar laat ik alles over vrezen, de ziekte die dieren kunnen hebben. En over een moeilijke kippen in Engeland met zomering, daar heb ik ook nog nooit van gehoord. Dus dat was wel leuk. En er was ook een hok, gang of zo. Dat de liefhebbers bij elkaar langs gaan met hokbezoek. Je moet het allemaal maar weten. Ik wist niet dat er ook die activiteiten binnen de vereniging stonden. Kijk, die zijn straks natuurlijk wel even die vlak van de keizer. Als ze zich niet stil houden, dan gaat het. Maar wat ik het leukste vond, dat was in dit boekje. Dat heet Vraaggesprek. En dat is het boekje van de clubshow van 2012. Dus waar we nu staan. En daar staat een voorwoord in van de voorzitter. En die voorzitter heeft precies opgeschreven wat ik hier vanavond had willen zeggen. Dus eigenlijk kan ik mij niet zo laten. Ik zal dan nog even erop terugkomen. De voorzitter die vertelt dat de vereniging ontzettend leuk is, omdat er allerlei dieren gevonden worden en de mensen in de leerlingen gaan. Dus de blijdschap van dierenverzorging. En die zijn helemaal trots als je een nieuwe deurtje zien ontstaan. Ik pak het er even bij. Hij vertelt dan dat zorgen voor de spullen, voor de prijzen, voor de opbouw, inrichten en aankleden van de zaal. Het helpen bij het keuren, het voeren van de dieren en de zaal netjes houden. Door allebei het werk wat hier gedaan is. En na deze inspanning genieten van onze dieren. Daarover praten met de verenigingsvorms en met de bezoekers. Dan kan ik me goed voorstellen dat als je deze hoogte hebt, dat dat nou het leuke is waar je dus met elkaar mee bezig bent. En de laatste zin, en daarom sta ik hier, want ik ben lid van het bestuur van Overtoom. En vorig jaar, toen zijn jullie hier ook al in deze zaal geweest, ook in deze nieuwe zaal. Nu we met het bestuur van Overtoom hebben kunnen realiseren, omdat we heel veel subsidie gekregen hebben van de gemeente, van de provincie en van Europa. En deze zaal, hebben we altijd gezegd, die moet zo zijn, dat die multifunctioneel blijft. Het moet niet een concertzaal worden. Het moet niet een zaal worden waar alleen maar klein deze dieren in kunnen tentoonstellen. Hij moet functioneel, multifunctioneel blijven. En dat is denk ik heel goed genoeg. Behalve deze zaal, en dan komen we op de laatste zin van Drikkers van de Kolk, want die schrijft, dan opruimen en nadat alles opruimen we met de zalm, de loon en vandaan naar genieten en dan smaakt die goed. En dan denk ik, ja, zo moet je vereniging hebben. Genieten van je hobby. En na afloop, als je zegt, jongens, we hebben alles weer opgeruimd. In onze vernieuwde kantine in de Overtoom. En ook daarop genieten. En ik weet niet of je wel geweest bent, maar ook die kantine is helemaal aangepast en helemaal weer opgeknapt. En ik sluit af met iedereen een hele geweldige show hier. Dat de show weer geweldig mag zijn. En dat is het eigenlijk wel, ik heb net eens rondgekeken en ik heb konijnen met wangen gezien. Ik wist niet eens wat het was, maar dat, dat weet ik dus niet hoor. Kaken, de kippen, van alles heb ik hier al gezien en het is echt geweldig. Ik wens dus heel veel succes met deze tentoonstelling. En het succes hoop ik dat het gevierd wordt straks ook in de kantine. En dat is iets waar wij al als Overtoom en het ook gehoord van onze beheerders. Al meer dan 20 jaar ontzettend een goede samenwerking hebben, want het is altijd gezellig. Hierbij is de show geopend. En we gaan over tot de prijsuitreiking. Hoeveel keer dat prijs? Voor de fraaiste collectie was Sprong in de Water geopend. En de eigenaar daarvan is Combinatie Beens.
Visselbeker fraai konijn. Dus eigenlijk het is een Fianta, de eerste F69, een eigenaar, Brutus van Gogh. De wisselbeker voor de fraaiste dwerg. Hoen. Eindelijk Hollandse kuiven Krul. Eerste F96. En naar Dick Nijland. Van harte gefeliciteerd. De beker krijgt een prijs. Hey, jullie, ik herinner mij aan de geweldige sfeer die is. En daar wil ik even op terugkomen. Van Zomer, het is nu weer de mooiste die ik heb, en vorig jaar ook. Maar in ieder geval, Van Zomer leek het echt nergens op. Er was een explosie van coccidiose. Toen de Enters, dat is Arnhuis, Brinks en Jong Waarden van Bijn kwamen, was alles doodziek. En het leek erop dat niet, geen enkele keer zijn voorstelling zou komen. En dan is er een kameraad, Schappenkij die erbij zit, kreeg van Arnhuis, voer, ik kon er niet aankomen, hij wel. En ze zijn weer gelezen. En dan ging er ook een paar uur. Maar die vond ik belangrijk, nogmaals, ook op deze manier, dank voor de hulp en de vriendschap. Dank. De volgende, dat is de wisselbeker en de fraaiste sierduif bij de Fok. De Lamborghini ijskleur, geband, eerste F, 96, eigenaar Jerry Hoekman. Dat moet dan een muzikale duif zijn, dat kan een duif. Dat is de muziek. Pas in je doel. Ja, die gaat het. Heel goed. De wisselbeker voor de fraaiste gedomesticeerde watervogel, eigenlijk een Toulouse ras, eerst met F96, eigenaar Johan Barneveld. Johan, dankjewel. Ja, Johan, vanuit. Dit is een wisselbeker voor de fraaiste oorspronkelijke watervogel bij de Fok, een Chiritaling. Dat is de eerste U97, toen zeg ik uitmuntend. Eigenaar combinatiebeets. Als hij net zo goed valt, of net zo goed golft als dat hij valt, dan kunnen we dat niet. Fraaiste cavia, eigen Fok. A, B en C-klasse. Dat is een cavia 3 kleur. F96. Fraai is dan denk ik fraai 96. F96. En de eigenaar is Wim Altenaar. Wim, geef even wat links. Wim, omdraaien. In omdraaien, Willem. In omdraaien. Dat is wel. Nou, de prijsuitreiking is hiermee afgezonden. Ik denk dat iedereen nog even blijft aan rondkijkt. Ik moet nog zingen. Maar een hele prettige show. Is dat die dikke weer aan de hand? Ja. Ik ben zonder dat ik een lucht op, dat is er niet.
maak je in de cirkel afgezet. Zelf niet opkomen. Hoor je, die maakt niet. Volgens mij maakt die niet.